Niet zo handig, zegt ze zelf over de inzet van het bedrijf van haar zoon. PVV voor vrouw Marjolein Faber ligt vlak voor de verkiezingen onder vuur. Goedenavond. Opnieuw is er een slachtoffer van de Nijmeegse brand van vorige week overleden. En ondertussen kunnen de bewoners nog steeds niet naar huis. Ja, je doet er toch niks aan. Nee. En omdat ze zeker weten dat ze het gaan worden, is nu alvast het NEC-kampioenslied gemaakt. Ja, met ons NEC, de kampioen. Integriteit in de politiek. Als iemand zich daar de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt, dan was het Gelders PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber wel. En juist zij ligt nu onder vuur omdat ze het bedrijf van haar zoon inhuurde om de website van de partij te beheren. Deze website van de Gelderse PVV is gemaakt door het bedrijf van de zoon van fractievoorzitter Marjolein Faber. Maar de integriteitsregels van de provincie stellen dat geld dat de fractie hiervoor krijgt niet naar familie mag gaan. Ik vond het niet handig dat er fractiegeld voor gebruikt is. Want juist Marjolein Faber riep de afgelopen jaren regelmatig collega-politici op het matje, omdat ze in haar ogen de integriteitsregels aan hun laars lapten. Niet rechtmatig. Er zijn dus 124 onrechtmatige dienstritten gemaakt op kosten van de belastingbetaler. Zo stelde Faber het woon-werkverkeer van toenmalig gedeputeerde Ko Verdaas aan de orde, wat later leidde tot zijn val als staatssecretaris. Ze deed bij het Openbaar Ministerie zelfs aangifte tegen hem wegens fraude, maar van die zaak bleef niets over. Ook het declaratiegedrag van gedeputeerde Jan-Jacob van Dijk werd door haar onder een vergrootglas gelegd. Elke vorm waarin gesuggereerd wordt dat politici niet integer zijn, of het nou waar is of niet, maar elke uiting over dat onderwerp schaadt het aanzien van de politiek. Ik vind het eigenlijk onvoorstelbaar. En volgens mij, als zij zo scherp erin zit, kan het bijna niet anders dan dat ze zegt van ja, ik leg mijn functie neer. Faber stelde in een eerste reactie dat niet haar zoon aan de website heeft gewerkt, maar een mede-eigenaar van het bedrijf. Ja, dat maakt wat mij betreft niet zoveel uit. Dat is irrelevant. Want hij krijgt er geld voor, hij verdient eraan, zijn bedrijf verdient eraan. En eigenlijk is dat volgens de regels niet toegestaan. Inmiddels heeft Marjolein Faber zelf haar conclusies getrokken uit deze kwestie. En ik heb ook advies gevraagd bij een hoogleraar staatsrecht. En daaruit blijkt dat ik niet onrechtmatig heb gehandeld. Ik heb ook niet tegen integriteitsregels gehandeld. Maar om alle schijn te vermijden, zal ik, ondanks dat ik het niet verplicht ben, de rekening uit eigen zak betalen. PVV-leider Geert Wilders vindt dat Faber misschien niet handig heeft gehandeld, maar voor hem is de zaak hiermee wel afgedaan. Gelderland is de rijkste provincie van Nederland. De provincie verdiende vanaf 2000 ruim 6 miljard euro aan haar belang in NUON. Volgens de provincie profiteren we allemaal van die rijkdom. Maar wie krijgt wat en is het allemaal een beetje eerlijk verdeeld? Verslaggever Hermina de Vries op de redactie. Hermina, hoe zit dat? Ja, de provincie die investeerde de afgelopen jaren honderden miljoenen in de Gelderse steden en in de 6 regio's. En hoe die verdeling nou precies zat, dat zochten we uit in samenwerking met de onderzoeksredactie, Dagblad de Gelderlander en de Stentor. Nou, stadsregio Arnhem-Nijmegen die heeft in absolute zin veruit het meest geprofiteerd van de NUON-gelden die de provincie in investeerde. In totaal ging het om 294 miljoen euro. En dat ging dan naar de meest verstedelijkte en ook de grootste regio in Gelderland. En dat is bijna het dubbele van wat een regio als de Stedendriehoek ontving, namelijk 154 miljoen euro. Nou, de regio Food Valley die kreeg bijna 182 miljoen euro en was daarmee de op één na grootste ontvanger. Daarop volgen de Noord-Veluwe met 136 miljoen, Achterhoek 123 miljoen en de regio Rivierenland die kreeg 113 miljoen euro aan NUON geld. Hermina, dat lijkt een redelijk gespreide verdeling over de provincie. Is dat ook zo? Ja, dat is ook evenredig verdeeld en dat is ook het beleid geweest. Luister maar wat huidig verantwoordelijk gedeputeerde Jan-Jacob van Dijk erover heeft te zeggen. Nou, in het begin van de rit begon daar natuurlijk een vraag over te komen van hoe verdeel je dat nou? Nou, we hebben hier 6 regio's in dit gebied in de provincie Gelderland. Daar zijn er 5 ongeveer even groot qua inwonertal en qua geografische omvang en zo het heen. Dat zit redelijk dicht bij elkaar en eentje springt er wat bovenuit. En toen hebben we ook gezegd van nou, betekent dat de 5 ongeveer hetzelfde krijgen en die ene die krijgt er wat meer dan de andere. En er was eigenlijk geen discussie over.
Ja, een evenredige verdeling dus. Maar als je nou dat bedrag omslaat naar hoofd van de bevolking, dan ontstaat toch een heel ander beeld. En dan blijkt bijvoorbeeld de regio Noord-Veluwe spekkoper. Nou, dat heeft weer te maken met de miljoenen aan investeringen in de Veluwse natuur die de afgelopen jaren zijn gedaan. Ja, blijft de vraag hoe het de komende jaren en 4 jaar verder gaat. Want er staat nog heel veel geld op de bank, hè? Ja, er staat nog 2,3 miljard euro op de bank dat nog eens uit te geven. Ja, en de vraag is hoe lang dat op de bank blijft staan. Want afgelopen woensdag is de campagne officieel begonnen. En er zitten een paar partijen tussen die de komende 4 jaar fors willen uitgeven. Hermina, dankjewel. Ja, wilt u precies weten hoeveel uw stad of regio heeft gekregen? Kijkt u dan op de site gldstemt.nl. De brand in de Nijmeegse seniorenflat nu ruim een week geleden heeft een tweede leven gekost. Een 81-jarige bewoonster is in het Radboud ziekenhuis aan haar verwondingen bezweken. Woensdag overleed ook al een vrouw van 86. Omdat de flat door de brand zo beschadigd is, kunnen de bewoners nog steeds niet terug naar huis. Sinds de brand woont Jan ter Hoek tijdelijk bij zijn dochter in Beuningen. Zullen we dat vast in de auto zetten? Ja. Maar vandaag verhuist hij naar een ander tijdelijk adres. Want voorlopig kan hij nog niet terug naar huis. Zo. Ze zeggen wel eens oude bomen moet je nooit zoveel verplaatsen, maar wat vindt u ervan? Ja, nou, daar is niks aan te doen. Nee. Ik ben heel gemakkelijk in die dingen. Ja, je doet er toch niks aan. Nee. Het is niet anders, hè? Jan is er nuchter onder, maar vorige week kon hij zijn tranen niet bedwingen toen hij de schade aan de flat zag waar hij al zo lang woont. Echte brandweer. Geweldig. Wat die gedaan hebben. Ter Hoek werd van zijn balkon geëvacueerd met een hoogwerker. Bij de brand vorige week vrijdag vielen 16 gewonden, van wie 9 zwaar gewond. Deze week overleden er dus 2 flatbewoners. In dit verzorgingstehuis in Winse kan Jan tijdelijk wonen. Ja, kom maar, kom maar. Ja, treed binnen. Ja. Terwijl veel flatbewoners na de brand uit angst niet meer terug willen keren naar de flat, wil Jan maar wat graag terug naar zijn appartement, waar hij bijna 20 jaar woonde met zijn inmiddels overleden vrouw. Ja, nou, daar hebben we zo fijn gewoond. Want wij waren ja, niet echt de eerste bewoners, maar toch wel. Want in september zijn de eerste erin gekomen en wij zijn er in februari in gekomen. Dus. Je wilt gewoon terug? Ja. Dorpen op het platteland die een beetje leefbaar houden, kost geld. De provincie Gelderland heeft geld zat, maar het is een politieke keuze wat je ermee doet. Het is een echte Achterhoekse traditie, de paaseierenmarkt Reurei. Maar dit jaar maken de versierde eieren een tournee door het land. Onder andere langs Apeldoorn, Lievelde, Haarlo en het Drentse Veenhuizen. Vele uren werk zitten in de eierkunstenwerken die vandaag te zien waren in Apeldoorn. Daar staan kunstenaars uit Nederland, Duitsland en Polen. Reurei bestaat inmiddels 22 jaar. De eerste eikunstenaars presenteerden hun werk alleen in de Achterhoek. Volgens de organisatie van Reurei is het versieren van eieren een oude traditie rond Pasen die naarmate je verder naar het oosten gaat in populariteit toeneemt. NEC-fans zijn in Tilburg de studio ingedoken voor de opname van een kampioenslied. De Nijmeegse voetbalclub kan met Pasen al kampioen worden van de Jupiler League. En daarom mochten de NEC-fans vandaag voor de verandering niet brullen, maar zingen. In koor. Wij gaan weer naar de top. Ja, met ons NEC. De kampioen. La 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 la. Een dolle boel hier al. Alle NEC-jongens als één familie een clublied aan het inzingen. Gezellig. Wij doen weer mee. Ja, nou brullen kunnen we ook goed, maar zingen lukt ook. Rood, groen, zwart zit in ons hart. Spelers mogen niet meezingen. Ja, dat mocht niet van de trainer helaas. Ja, maar dat was voor gisteravond denk ik. Misschien had hij nog even, hij wilde ze scherp houden of zo, ik weet ook niet. Ik had graag bijvoorbeeld Ali Reza uit de Ronnie Tober van NEC. De Iraanse Ronnie Tober. Ja. Nog één keer even het einde nog vrij? Ja, ik denk als we kampioen zijn, we staan op dat podium met z'n allen. Ik denk dat de stad ontploft. Nou, Nijmegen gaat natuurlijk schudden op het grondvest. Met ons NEC, de kampioen.
1000 cd's met het nummer worden er gemaakt. En een deel van de opbrengst gaat naar de weduwe en de kinderen van NEC-fan Rocky, die vorige week op het station in Wijchen verongelukte. Vanuit de hele Benelux komen modeltreinliefhebbers deze dagen aan hun trekken in Herwen. Omdat de modelspoorclub Veluwezoom 35 jaar bestaat, is er een grote jubileumshow waar de meest bijzondere treinbanen te zien zijn. De Hezelpoort bij Nijmegen zoals die er in 1927 eruit zag. Exact op schaal nagebouwd. Complete werelden zijn door de fanatieke treintjes van Aten nagebouwd. Met oog voor de kleinste details. De crème de la crème van de modeltreintjes is hier te zien. Maar donkere wolken pakken zich samen boven de modelbouwspoorwereld. Mijn zoon is computeraar, die heeft niks met modeltreinen. Hij vindt het op zich wel leuk, maar hij werkt er niet mee. Het is uiteraard vrij kostbaar, de hobby. Maakt u zich dan zorgen? Ja, daar maak ik me wel zorgen over. Het grijsgehalte is vrij hoog in deze hobby. Maar gelukkig, de jongste generatie loopt warm voor de treintjes. Doe je veel computerspelletjes spelen? Niet zoveel. Vind je treintjes leuker? Ja. Waarom is dat nou mooi? Omdat het leuk is. Ook morgen nog zijn de modeltreintjes te zien. We hadden het er al eerder in deze uitzending over, de verdeling van geld door de provincie. Ook is er de afgelopen jaren miljoenen gestopt in projecten om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren. Vandaag waren er tientallen vrijwilligers van dorpsverenigingen, statenleden en gedeputeerden bij elkaar in Oene op de Veluwe. Er moet namelijk nog veel meer geld komen. De provincie Gelderland heeft geld zat, maar het is een politieke keuze wat je ermee doet. Zelfs dit jaar, waar die 1,3 miljoen is, dat is voor dit jaar helemaal niet genoeg. Dus eigenlijk zou er dit jaar op hele korte termijn geld bij de regeling bij zou moeten komen. Want er zijn veel meer initiatieven dan er budget beschikbaar is. Als de provincie niet meer betaalt, ja, dan gaan de anderen ook dat vanzelf niet meer doen. Dus dan zakt eigenlijk de hele zaak in elkaar. Als daardoor mensen gedemotiveerd raken en zelf niets meer gaan ondernemen, dan holt het wel achteruit met de leefbaarheid. We zijn hier in Oene en we staan hier achter is het cultuurhuis wat met subsidie van de provincie er kon komen. En hier vlakbij is het al een plein en dat is ook met subsidie van de provincie is dat gerealiseerd. Dus het zijn hier twee hele mooie voorbeelden van initiatieven die uit die subsidieregeling komen. Mijn spookbeeld is het Oost-Duitse platteland, waar een hele grote trek naar de steden heeft plaatsgevonden, waar meer dan de helft van de huizen leeg staan. En dan ons weekoverzicht met als belangrijkste nieuws dat het lichaam van de vermiste Mariska Peters uit Nijmegen is gevonden. Ze blijkt te zijn vermoord. Mariska wordt gevonden door honden in de Hatertse Venne. De teams waren op verzoek van de familie gaan zoeken naar de vermiste 21-jarige uit Nijmegen. Al snel wordt duidelijk dat ze door geweld om het leven is gekomen. Ze is gewurgd. Het is allemaal ongelooflijk. Ik ben het niet geloven dat ze er niet meer is. Er wordt een stille tocht ter ere van Mariska Peters gehouden. Alles helpt gewoon, wat je ook doet. Gisteren is de politie gestopt met het zoeken naar sporen van Mariska. Wanneer de uitvaart is, is nog niet bekend. En verder deze week in het nieuws een prachtig schouwspel dat iets weg heeft van het Noorderlicht. Dat is deze week te zien in de Uiterwaarden bij Westervoort. Waterschap Rijn en IJssel wil in de voorstelling met laserlampen de bezoeker het gevoel geven dat hij onder water staat. In Zelhem is afscheid genomen van de overleden burgemeester Henk Aalderink van de gemeente Bronckhorst. Ik bewaar, net als zoveel hier, warme herinneringen aan Henk. Een marathonvergadering, dat was de laatste vergadering van Provinciale Staten. In 2 dagen tijd moesten veel belangrijke onderwerpen worden afgehamerd. Zo gaat de provincie een BV oprichten voor het glasvezelnetwerk in de Achterhoek. Wordt er 2,5 miljoen euro uitgetrokken voor de eerste zelfrijdende auto van Nederland.
en investeert de provincie 5 miljoen euro om de Giro naar Gelderland te krijgen. En de campagne voor de verkiezingen loopt al volop. Behalve de stemwijzer is er nu ook stemtinder in het leven geroepen, waarop potentiële statenleden op uiterlijk worden beoordeeld. Een grote hit onder de dames van Omroep Gelderland. Oh nee! Het weer dan nog en daarvoor gaan we naar Wageningen, naar Jordi Bloem. Voor de zoveelste keer deze winter heeft het in de nachtelijke uren licht gevroren. In heel Gelderland was dat het geval afgelopen nacht. Trouwens in de laatste nacht van de weerkundige winter. Morgen beginnen wij aan de lente. Rijp ook hier op de Krokussen in Doetinchem. Maar al snel liep de temperatuur vandaag op tot ruim ver in de plus. En het was mooi weer. Met in de ochtend wegtrekkende bewolking naar het oosten. Stelde weinig voor die bewolking. Daarna brede opklaringen. Maar er komt wel een actieve oceaanstoring aan. Het wordt andere weer. En vandaag begon de wind al toe te nemen. Met in de middag dan de vele zonneschijn. En hier dat wolkenveld van de ochtend dat naar Duitsland was weggetrokken. Maar aan de rand van de foto op de Noordzee zien we alweer een volgend wolkengebied aankomen. En dat is dan die oceaanstoring die regen bij zich heeft. En vannacht over Gelderland trekt met een stevige zuidwestelijke wind. Gemiddeld is deze vannacht vrij krachtig, kracht 5. Dus behoorlijk wat wind, ook vrij veel regen. En in tegenstelling tot afgelopen nacht geen vorst. De minimumtemperatuur is zelfs hoog, 6 tot 7 graden. In alle vroegte nog regen in de Achterhoek. Maar voor de rest morgen opklaringen, stapelwolken en zon die gaan elkaar afwisselen. En vooral in de middag kunnen er nog een paar losse buien Gelderland passeren. Maar voor de rest zijn er morgen ook lange, droge perioden te verwachten. Maar wisselvallig is het dus wel op de eerste dag van de meteorologische lente. En het wordt morgen wat zachter dan vandaag. Middagtemperaturen tot 9, misschien wel 10 graden. Maar ook morgen overdag waait het nog stevig vanuit het zuidwesten. En de hele volgende week blijft het wisselvallig. Wordt het weer wat frisser, zeker ook 's nachts. De hele volgende week af en toe zon, afgewisseld door enkele maartse buien. Dit was Gelderland Vandaag. PVV-voorvrouw Marjolein Faber ligt onder vuur. Ze huurde het bedrijf van haar zoon in voor een fractieklus. Niet handig, zegt ze zelf. Tot zover. Meer nieuws op de app en gld.nl, waar u vanavond natuurlijk de prestaties van Vitesse tegen PEC Zwolle kunt volgen. Nog een fijne zaterdagavond.